Los wel bij de Amstel, waar het water goed te zien is van de Amstel. En we blikken terug op een vraag van Mario Molina, die zich afvroeg waarom hij de Amstel niet kon zien. Want hier is het zicht goed, maar verderop, achter ons, liggen al de woonboten. In de studio hadden we een gesprek met Mauro Mastro Giacomo, duodeelraads voor D66 in Amsterdam-Oost. En we gaan eens even vragen hoe de stand van zaken nu is. Hoe is de stand van zaken nu, meneer Mastro Giacomo? Ja, in de afgelopen 6 maanden hebben wij een stuk of 3 bestemmingsplannen behandeld. De keuzenotitie voor dit stuk, de Westerzijde, liet zien dat bijvoorbeeld de boot die achter ons ligt niet geregeld is in het bestemmingsplan. En we hebben die kansen gegrepen om in onderhandeling te gaan met de eigenaar. Nou, toeval wilde dat de boot te koop was en dat de nieuwe eigenaar bereid gevonden is om die te laten verplaatsen naar een andere locatie verder weg. En nou, dat zou dus een kans bieden om de Loswal weer helemaal vrij te krijgen. Dus dat zou betekenen dat het zicht, want hier ligt een boot achter, die zou eventueel verplaatst worden naar een andere plek aan de Amstel. Dat klopt. Hij wordt verplaatst naar een plek waar de kade ook nog wat hoger is, waardoor je over de boot heen kunt kijken in de toekomst. En we krijgen dus weer meer zicht op deze locatie. Nou, dat is in ieder geval een stap in de goede richting. Er zijn nog 2 andere ontwikkelingen, begrijp ik. Ja, klopt. We zijn nu de bestemmingsplan Groene Staarten aan het behandelen. En er is kort geleden ook de omval over gesproken. En bij de Groene Staarten zijn we nu aan het onderzoeken hoe de situatie is met de schuttingen die voor de tuinen zijn. Omdat die bevinden zich op openbare ruimte. En we zouden dus graag willen dat men ook gebruik maken van de tuinen, toch de kans geeft aan de passanten doorheen te kunnen kijken. En de andere ontwikkeling is dat we hebben een stukje van de hoek Ringdijk Amstel bestemd voor pleziervaart. Dus daar zou in de toekomst mogelijk een haven kunnen komen. En dat is dus wel weer meer gebruik en een nieuwe zicht op de Amstel daar ook. Okay. Nou, er zit dus toch beweging in, dat is mooi. En als u nu durft te dromen, wanneer zou het er zo uit kunnen zien zoals u het wenselijk acht? Oh, dat zal er nooit gebeuren waarschijnlijk. Er zijn te veel verworven rechten. Maar de verbeteringen zullen, als we geluk hebben, alle in de zeer korte termijn zichtbaar worden. Het bestuur is nu druk bezig aan het berekenen of wij het geld hebben om deze verplaatsingen van deze ene boot te regelen. Ja, en dat creëert kansen. En ja, wie weet, misschien is dat een begin. Nou, dat is een mooie afsluiting. Dank u wel, meneer Mastro Giacomo.